Ja, inderdaad, hoewel deugd. Na 0-6 voor een topper tegen Standaard, die toch wel een heel goed seizoen draait. Weten dat het een moeilijke wedstrijd gaat worden, zeker ook gezien de vorige twee wedstrijden. En dan doet het enorm veel deugd dat je toch die partij winnend kan afsluiten en eigenlijk wel verdient, denk ik. Je voulais analyser sur un match où l'adversaire n'a pas d'occasion et marque sur deux phases arrêtées. J'avais dit aux filles qu'il y a des matchs où on gagne des matchs sur phase arrêtée ou on les perd. Aujourd'hui, on les a perdus sur phase arrêtée. On a les occasions, on a les possibilités de gagner le match. On n'en a pas profité, on a mal joué les coups offensifs. Et puis on se fait avoir, je pense, sur un moment où Gand était bien dans le match, sur un bon quart d'heure, et ils ont bonifié ça, tant mieux pour eux. Mais voilà, je pense que sur l'ensemble du match, c'est pas mérité du tout pour le Standaard. Ja, kijk, we hebben een woelige week achter de rug. We hebben veel tegenslagen gehad. Maar we hebben ons allemaal samen als groep herpakt. Iedereen samen. En ja, dat loont zich wel uiteindelijk. Ik denk dat we de eerste helft vrij goed meevoetbalden. Dat we toch wel wat balbezit hadden. De eerste 10 minuten van de tweede helft denk ik dat we ook nog wel wat druk zetten. Maar ik denk dat we daarna in elkaar zijn gevallen. En dat we er eigenlijk niet meer uitkwamen.